Welkom, leuk dat je kijkt. Ik zit hier aan tafel met Don Zeden, Geeske Hoving en Mira de Boer. En we gaan met elkaar in gesprek over de onzichtbaren in onze samenleving en wat we van hen kunnen leren. Maar voor we dat doen, gaan we eerst kijken naar de tolk van Anne Zaki, een Egyptische theologe die ons meeneemt in het verhaal van Hagar, een vrouw in de Bijbel die onzichtbaar was en door God bij naam genoemd wordt. Kijk je mee? One of life's most important questions that we address to God is this: where are you? Throughout human history, people have asked this question over and over again of God: God, where are you? And this question seems to intensify when we go through difficult times in life. When life is going just fine, and then a report back from the doctor spins it completely out of control. When we're going about life and then a pandemic exposes the frailty of our health system and the fragility of our lives. When other people disappoint us and even our own expectations of ourselves fail us, we find ourselves asking the same old question: God, where are you? Why can't I see you? Why can't I hear you? Can you see me? Can you hear me? I imagine those were the questions that were going through the minds of Hagar, the Egyptian slave girl of Sarai, when we find her in the wilderness for the first time. And so imagine her disappointment when the angel of the Lord appears to her and asks her two questions instead of answering to her questions. Hagar, slave girl of Sarai, where are you coming from and where are you going? And for the first time in the Bible, we hear Hagar's voice. Notice that Hagar does not speak at all in the years before this incident and after this incident in Sarai's tent. Why should she? And to whom should she speak? Hagar, the foreign slave girl, was part of a system that was designed to keep her unseen and unheard. To whom should Hagar speak? But Hagar, who doesn't speak to humans, speaks to the angel of the Lord. The angel of the Lord who appeared for the first time to Hagar. Never before in the Bible had the angel of the Lord appeared to any man or woman. Not only that, the angel of the Lord had a lengthy conversation with her, surpassed only in length by his conversation with the Virgin Mary. And when the angel of the Lord appears to her, he gives her the honor of calling her by name. When Abram and Sarai talk about her, they talk about the slave girl. But when the angel of the Lord comes to this voiceless woman, he calls her by name: Hagar, slave girl of Sarai, where are you coming from and where are you going? Hagar starts speaking for the first time, and she tells him that she's running away from her mistress Sarai. But she completely ignores the second question because she has no idea where she's going. Hagar had no plan when she left Sarai's tent. All she knew is that she needed to get away as far away from Sarai as possible. And so I imagine her shock when she heard the angel's instructions: Hagar, return to your mistress and submit to her hands. What? Do you have any idea what my mistress is like? She is a bitter, jealous, old woman. Don't let her looks deceive you. Yes, okay, I admit, she is beautiful. Even my king Pharaoh desired her when she was 65 years old. And she has a husband, Abram. He's crazy about her. This man wouldn't even consider taking another wife to bear him children. He loves her so much. So yes, I admit, the woman is lovely and loved, but she is childless, which makes her nobody in this nomadic culture. You know what she is? She is a woman who has everything except one thing. And I'm a woman who has nothing, but I have the one thing,
that she wants. That's why she absolutely hates me. It wasn't my fault that my pregnancy exposed that she was the reason for the infertility. Why am I to blame if God favored me and wanted me to be the mother of Abram's heir, the promised child, the crown prince? Return to your mistress. Are you kidding? There is no way I'm going back to that life. I was never made for that life. This is primitive desert living. I am Egyptian. I belong to green fields on the sides of the ever-flowing Nile River. My ancestors 500 years ago built the Great Pyramids while these Bedouins are still setting up their tents, fighting over where to water their herds. No, sir, I am not going back. I do not belong to that world. I live and I'm a part of this desolate world, but I don't belong to it. Go back to your mistress. Are you joking? Besides, she probably found out by now that I ran away. And if I go back, she'll be so angry and I'll get the punishment of any runaway slave. She'll kill me and she'll kill the child I'm carrying. You know what? If I'm dead anyway, I would rather die out here in the wilderness alone. So the angel of the Lord assured Hagar that surely she will not die. Neither will the child. In fact, she has conceived and shall bear a son and call him Ishmael, for the Lord has heard her afflictions. And her son will have a good life, but it will be a difficult life. This boy will grow strong and no one will oppress him like they're oppressing his mother right now. He will be a wild man, always fighting, always battling, always at odds with his kin, but he will survive and he will thrive and his offspring will be greatly multiplied that they cannot be counted for multitude. That was the promise of the angel of the Lord to Hagar. Overwhelmed by this encounter, stunned by how similar the angel's promise sounded like the promise that was given to Abraham by God himself on 5 different occasions, Hagar felt that she was seen. And her pain turns into her praise. And right there at that moment, she praises God and calls him, "You are El Ruai. You are the God who sees." Hagar saw and heard the one who saw and heard her, and she did not die. Empowered by that promise, by that encounter, Hagar returned again to Sarai's tent, obeying the angel's instructions. And when she did return, there is no doubt that she shared about this encounter with Abram and Sarai. Because 1 month later, when Ishmael is born, it's not Hagar who names him. It's Abram who names him Ishmael. This encounter with the angel of the Lord made Hagar a new person. She had a value and she had a meaning because of that encounter. Hagar, the arrogant, impulsive, foreign slave girl, was no longer invisible, even if she remained voiceless in Sarai's camp, in the land of her oppression. Now, if you're thinking that the shared experience between Abram and Hagar of encountering the angel of the Lord made Sarai despise Hagar even more, you're absolutely right. How could it not? The score is now 2-0. Hagar gets a child and a divine encounter. Sarai gets neither. And so for the next 13 years, until Isaac is born, Sarai's hatred festered and grew. Because later, when Isaac is born, Sarai, now Sarah, the mother of cute baby Isaac, demands that Abram cast out
the slave woman and her child. Notice she doesn't call them by name. For Ishmael's behavior with Isaac, Sarai wants banishment, not parental correction or even punishment, but total banishment. Naturally, Abram is distressed, for he loved Ishmael. This is the son who, when receiving the news about Isaac's birth, Abram prayed, "O Lord, that Ishmael might live before you." This was his firstborn, who disproved Abram's impotence. This is the boy with whom Abram experienced the first steps, the first words, the first knee bruises, the first sprouting of a thin mustache for this young teenage boy. This is the son who for 13 years was treated by everyone, including Abraham, as Abraham's heir. But no, Sarah will have none of that. Abraham is to cast them both out because she will not tolerate that the slave's boy shares the inheritance of her boy, Isaac. And once again, we find Hagar in the wilderness. But this time, she's not alone. She has the company of her teenage son, who is dying of thirst. Even though Abram, who loved Ishmael, sent them out with enough food and enough water to get them to the next haven, to the next oasis, sadly, their wandering in the desert meant that their water supply ran out. And so Hagar, who loved Ishmael, had to place the boy away in a shady place and turn her face from him because she didn't want to see her child die. Much like many refugees, had to turn their face from their dying children as they drowned at sea or as they died of the heat at the borders of a closed country. And yet once again, the angel of the Lord finds Hagar, this time not hearing her own weeping voice, but the voice of the boy who must have been utterly shocked at the turn of events, deposed overnight. How did this happen? Going from being the spoiled crown prince in his wealthy father's camp to becoming a banished slave child in the wilderness. The angel assures Hagar, "Do not be afraid. God has heard the voice of the boy. God has heard the voice of your loved one." And he reminds her again of his promise that he will make a great nation out of him. Then the angel of the Lord opened her eyes and she saw a spring of water and she gave the boy a drink. It's a wonder to me that God would see and be seen by somebody like Abram, an old, wealthy, free man who was prone to lying. And it's a wonder to me that God would see and be seen by Hagar, a young, poor slave girl who was prone to arrogance. It's a wonder because they're two very unlikely candidates, especially when you consider that Abram and Hagar were among the exceptional few who saw God in the Old Testament. But at the beginning of the New Testament, this all changes when God was not seen by the exceptional few, but by the whole world. This all began when the angel of the Lord appeared to another unlikely candidate, a young woman named Mary, and spoke to her words that were very similar. "You will conceive, Mary, and give birth to a son, and you are to call him Jesus. And this son also will have a difficult life, but not because of his wildness, but because of his righteousness. For he is like us in every way, except for sin." And though Mary was a free Jewish girl, upon hearing the news from the angel of the Lord, she declared herself the slave girl of the Lord.
two unlikely candidates, Hagar and Mary, are seen by God and get the honor of naming God. Hagar names him the God who sees, and Mary names him the God who saves. And it is this God who sees was seen by all, for Jesus is the image of the invisible God. It's no wonder that Mary sang these words of God. He has lifted up the lowly and sent the rich away empty. In God's appearance to Hagar and to Mary, he gave their lives value and meaning. He made them seen forever. Hagar is recognized till this day as the mother of all Arab nations. And Mary, till this day, is called blessed by every generation. You may think that you are the least likely candidate to see God and to be seen by God in the midst of your wilderness. Maybe you're battling feelings of loneliness and homesickness, and you feel like an alien among friends. Maybe you struggle with feelings of betrayal and abandonment. Maybe you're crushed under the weight of such a responsibility or a task, and you feel like you lack resources to succeed and to live. Maybe you find yourself in a social system that's been designed to keep you unseen and unheard. Be assured today that God sees you and wants to be seen by you. He hears your afflictions and the afflictions of your loved ones. He knows you by name, and he knows the loved ones by name. And he calls you to plans that he has for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. God longs to give your life value and meaning. Do you believe this? And God doesn't just see us as individuals. God sees us as a community of believers, the church. God wants us to be visible to each other in the church. Take a closer look at the church. It's made up of people from all nations who were once not seen by each other, maybe even enemies of each other. But in the church, they've become visible brothers and sisters in Christ. We, the church, who once were a wild olive shoot, foreigners and aliens, bound slaves by our arrogance and reckless in our ways, we have been grafted into the olive tree, who is Christ. And it is this Christ who endowed us with the Holy Spirit to give our existence value and meaning. Furthermore, God sets us apart as a church for a special mission, a mission that requires us to be part of this desolate world, but not to belong to it. A mission of seeing the world and hearing its afflictions in order to make God seen by our world. For God so loved the world, not just so loved the church. God implores Christ's followers to be his ambassadors, anointed to always proclaim good news to the poor, healing to the brokenhearted, freedom to the prisoners, recovery of sight to the blind, and justice to the oppressed. We are the extension of Jesus in this world. But sometimes the difference you try to make, big or small, will go unseen. And it's hard. And it's agonizing to keep on keeping on. But please be assured that the difference you try to make, be it big or small, will always be seen
by God. Because he is the one who declared this truth about himself in Isaiah 61. I, the Lord, love justice. If you're asking God in your wilderness, God, where are you? Please remember that before you started asking this question, God asked this very question in the Garden of Eden at the beginning of time. Where are you? God asked this first question in the Bible when he came searching for us, for you and me, for an arrogant, impulsive, and lost humanity. But in the fullness of time, God took on flesh and laid down his life in order to answer the Father's question, here I am. I am Jesus, the only way to heal humanity's brokenness and to cover their shame and nakedness. And in the fullness of time, in Christ's resurrection and ascension, he answers our question, God, where are you? And he says, my name is Emmanuel, and I will never abandon you. In fact, I will be with you till the end of the age. In Jesus Christ, the God who sees, shout to each of us as individuals and as a church, I am here. Are we ready today to shout back to him in commitment and submission? Lord Jesus Christ, I am here also for you. God die ziet. We gaan met elkaar in gesprek over de onzichtbare in onze maatschappij en wat ze ons te leren hebben of te vertellen hebben. Aan tafel zitten Mira. Mira de Boer, je bent werkzaam voor Tearfund. Je bent mijn directe collega zelfs. En jij houdt je bezig met Kerk met Beide Benen in de Buurt, onder andere. En daarnaast ben je voorganger van Rafael Almere, ja. Samen met je man. Welkom, leuk. Dankjewel. Geeske Hoving. Geeske werkt als coördinator voor het Wereldhuis. En, leuk detail, is domineesdochter. Wat zegt dat? Ja, wat zegt dat? En aan de andere kant van mij zit Don Seder, brandnieuw Kamerlid van de ChristenUnie. En advocaat, opgegroeid in Zuidoost, in Amsterdam Zuidoost. Welkom. Leuk. Dankjewel. Om hier met elkaar in gesprek te gaan. Er is één vraag waar ik graag mee wil beginnen. En daar ben ik heel benieuwd naar. Dat is een persoonlijke vraag. En dat is de vraag, wanneer heb jij je wel eens onzichtbaar gevoeld? Is er iemand die wil aftrappen? Geeske. Wanneer heb ik me wel eens onzichtbaar gevoeld? Nou, ik heb al even over die vraag gepeinsd in het verlengde van het onderwerp. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat nou juist precies het punt is. Ik besefte hoe geprivilegeerd ik ben als wit, hoogopgeleide Nederlander met papieren. Want ik heb dat heel weinig. Ik heb heel weinig voorbeelden van momenten dat ik mij onzichtbaar heb gevoeld. Ik ben ook niet zo introvert. Dus toen ik daarover peinsde, kwam ik eigenlijk maar op één situatie. Een vrij extreme situatie. Namelijk de bevalling van mijn eerste kind. Die duurde 45 uur. Alsjeblieft. Ik zal alle details de luisteraar, de kijker besparen. Maar is misschien beter, ja. Maar wat gebeurde is, toen mijn kind ter wereld kwam, ging het niet goed met hem. Dus hij moest naar de intensive care. En mijn man ging mee. En er waren tegelijkertijd nog 6 bevallingen bezig. Dus er was niemand die bij mij bleef. Ik bleef alleen achter in een kamer, terwijl daar iets gigantisch aan vooraf was gegaan. Ja. En dat is het enige moment dat ik me echt onzichtbaar en eigenlijk een soort lege zak heb gevoeld. Ja. Dat was een heftige ervaring. Maar achtergelaten, verloren. Ja. Ja. Ja, maar het was een overmachtssituatie die heel snel gelukkig ook weer gecorrigeerd werd door alle liefde die ik weer daarna ontving. Ja. Maar ik heb dat wel heel even gevoeld. En dat resoneert nog wel eens als ik met mensen spreek die vaker in die situatie zitten. Maar daar komen we zo. Daar gaan we over doorpraten zometeen. Mira, heb jij je wel eens onzichtbaar gevoeld? Ja, ik heb daar ook even over na zitten denken. En
toen ik naar de derde ging in de HAVO, toen gingen mijn vriendinnetjes naar... Ik zat op een grote scholengemeenschap. De ene helft ging naar de MAVO en de andere helft ging naar de VWO. En ik ging dus in mijn eentje naar de HAVO. En toen zat ik dus opeens alleen in die klas en ik kende verder helemaal niemand. En nou ja, dan zit je daar als zo'n puistige puber. Alleen en er komt dan niemand naast je zitten. Hmm. En toen voelde ik me wel... En ik was toen ook heel een heel bescheiden meisje. En eigenlijk, waardoor ik hier aan moest denken, is omdat aan het eind van het jaar kwam er toen op een gegeven moment een meisje naar me toe. Die zat niet bij mij in de klas. Ik zal het echt nooit vergeten. Ik stond bij het fietsenhok en zij kwam naar mij toe. En toen zei ze, hoi. En toen stelde ze zich voor en toen zei ze, ik weet niet hoe je heet, maar wij hebben een clubje met een paar meiden en jij lijkt mij een heel leuk meisje. Wil jij bij ons, wil jij erbij horen? Want er was iemand verhuisd en ze hadden voor hun gevoel een plekje over. En toen was je gezien. Nou, precies. En dat heeft voor mij wel een soort ommekeer teweeg gebracht. Omdat het waren hele populaire meiden. Je dus mocht opeens, er helemaal bij horen. Nou, en dat heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven. En dus het gezien worden kan enorme impact in je leven hebben. Ja, dat blijkt. Uit jouw verhaal. Mooi. Ja. Echt zo'n tienerervaring. Ja. Don, heb jij ook zo'n ervaring? Ja, dat zijn mooie verhalen wel, had ik hoor. Nou ja, ik denk, dan grijp ik ook naar een moment denk uit mijn jeugd. Ik denk dat ik niet ouder was dan een jaar of 8 of 9. En mijn vader die woonde in Suriname. En ik ging met mijn broertje, die in Nederland, Nederland woonde, op bezoek naar Suriname. Maar wij vlogen zonder ouders. Hartstikke spannend. Super spannend. Ja. Maar goed, we werden goed verzorgd door de mensen aan boord. En toen wij aankwamen, toen moesten wij koffers pakken. En nou ja, dan stonden er heel veel mensen aan het wachten. Maar mijn vader zat er niet tussen. Oh. En ik ben in een vreemd land, tenminste voor mijn gevoel, vreemd land in Zuid-Amerika. En die groep mensen wat bleef wachten, dat werd steeds kleiner. Ja. En kleiner. Oh. En kleiner en kleiner. Ach. En ik merkte ook dat ik, dat er eigenlijk niemand was die eigenlijk een beetje zich afvroeg. Hé, maar hoe zit het met jullie? Dus ik met mijn broertje in het buitenland op het vliegveld met onze grote koffers. En niemand die er was. Nou, toen heb ik mij, dat weet je nog wel, toen heb ik mij heel onzichtbaar gevoeld. Yeah. Nou, uiteindelijk bleek dat mijn vader zich vergist had in het tijdstip. Oh, gelukkig, je vertelt nog even dat het goed gekomen is. Ja, dat is wel goed gekomen. Uiteindelijk vergist in het tijdstip. En toevallig bleek een van de personen die op het vliegveld werkte, die bleek mijn vader te kennen. Oh. En die zei, wij zijn straks klaar met werk, dus rij met ons mee. Dus in de werkbus ben ik eigenlijk van het vliegveld ben ik keurig afgezet. Ach, nou, het is toch mooi goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. Ja. Er zit iets van verlatenheid in, hè? Van achtergelaten worden, niet gezien worden. Ja, ja. Waar ik benieuwd naar ben is, Geeske, jij werkt bij het Wereldhuis. Jij werkt met ongedocumenteerden veel. Ja. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat jij heel veel van die verhalen kent van mensen die zich niet gezien worden. Ja, zeker. Nou, voor de helderheid, ongedocumenteerden zijn dus mensen zonder officiële verblijfsvergunning. Ja. Sommige van hen zitten nog wel in iets van een procedure. Het is niet altijd uitzichtloos wat dat betreft. Maar het leven zonder papieren in Nederland, ongedocumenteerd, dwingt mensen ook tot een onzichtbaar leven. Hè? Dat weet jij ook, Don. Want op het moment dat jij zonder papieren door rood licht fietst, dan ben je de sjaak. Ja. Dan heb je niet alleen een boete, maar dan heb je ook kans dat je opgepakt wordt en in detentie belandt. Dus het dwingt mensen echt tot een bestaan in de sluimerstand. Mm. En dat is heel zwaar, want ze verlangen er uiteindelijk net zo naar als wij om gewoon gezien te worden, een volwaardig leven te kunnen leiden en inderdaad gezien te worden. En heb je een idee hoeveel mensen er nou, want dit gaat over een hele specifieke groep van mensen die onzichtbaar zijn. Over hoeveel mensen gaat dit? Nou, dat is precies het probleem van een onzichtbare, ongedocumenteerde groep. We weten het niet precies, hè, hoeveel ongedocumenteerde mensen er in Nederland zijn. Schattingen lopen in Amsterdam uiteen van 15.000 tot 25.000. Het is niet geregistreerd. En juist de coronacrisis liet heel goed zien hoe groot dat probleem is. Hè? Mm. Dus op het moment dat, jij hebt dat ook in de Bijlmer gezien, dus dat veel gezinnen, ongedocumenteerde gezinnen in de problemen kwamen ze toch een beetje aan de oppervlakte. Mm.
op het moment dat het Rode Kruis hulp wilde bieden en mensen zich dus op een of andere manier een beetje moesten administreren, ja, zag je dat er meteen een beweging teruggemaakt werd. En wat is dan de problematiek waar mensen, nou ja, deze groep mensen, want je kent hun verhalen, noem eens iets, waar lopen ze tegenaan? Veel ongedocumenteerde gezinnen die al heel lang in Nederland zijn, die hebben vaak allerlei zwarte baantjes, dus schoonmaakwerk, ja, oppaswerk, waarmee ze met knip- en plakwerk toch vaak altijd het hoofd boven water hebben weten te houden. En dat is door corona natuurlijk volledig omgevallen. Ja. En het is dus een heel kwetsbaar bestaan. Dus ja, op het moment dat je die baantjes niet meer hebt, kun je huur niet meer betalen, want dat gaat ook allemaal een beetje in een soort zwart circuit, is er geen. Ik kreeg foto's van lege koelkasten afgelopen zomer. Dus dat is letterlijke honger die daar geleden werd. In Nederland, hè? Ja. Dat is toch ongelooflijk, ja, eigenlijk? Kijk ik even naar jou, Don. Dat is toch eigenlijk, ja, ik wil je er, ja, niet verantwoordelijk voor maken, maar je denkt natuurlijk na over ons land en wat we daarin kunnen doen. Maar hoe kan dit in Nederland bestaan? Ja, het is natuurlijk heel schrijnend. En niet zo lang geleden was ik ook gemeenteraadslid in Amsterdam. Nou, en daar kwam ik dus de problematiek ook gewoon tegen. Ook gewoon uit mijn eigen erfervaringen. Er is een groep wat niet gezien wordt, waar de wetgeving niet in voorziet. En dit is dus mensen die er wel zijn, maar geen aanspraak hebben op de rechten of op het sociaal vangnet, waarvan wij zeggen dat belangrijk is om te kunnen overleven. Dus dat is een groep wat niet zichtbaar is, maar ergens ook wel moeite heeft om zichtbaar te zijn. Want op het moment dat je zichtbaar bent, heb je ook, nou ja, een samenleving, een politiek dat eigenlijk zegt, als het aan ons ligt, dan ga je zo snel mogelijk weg. En daarom willen die mensen natuurlijk ook onzichtbaar blijven, want dat is ook. Nee, er wat zit jij een bepaald noemt belang bij niet gezien worden. Omdat je als je te veel gezien wordt, dan kan het ook leiden dat je uitgezet wordt. En het gaat ook om mensen die hier, kinderen hier geboren en getogen zijn. Ook daar blijkt dat ons systeem vindt dat in sommige gevallen je gewoon, ja, ik wil zeggen terug, maar naar een land moet waar je eigenlijk niet vandaan komt. Dus dat is ingewikkeld. Dat is wetgeving, absoluut. Ja. Maar dat is ook een politieke werkelijkheid. Vandaag nog is er gestemd over de mogelijkheid om een kinderpardon te verruimen. Om bijvoorbeeld een discretionaire bevoegdheid bij een staatssecretaris te laten. Ik heb gepleit om de IND de besluitvorming te controleren. Dat is gewoon allemaal weggestemd. Ja. Nou, ja, dan zie je ook dat er een dat politieke werkelijkheid we is. Leven. Ja. Klopt, maar wel gedragen kennelijk door een meerderheid van de samenleving, die misschien ook nog te weinig oog heeft voor wat er echt speelt. Ja, ja. En want een samenleving die te weinig oog heeft voor, dan denk ik ook aan, nou ja, dan kijk ik even naar jou, Mira. Kan de kerk, nou, daar niet iets, ja, in betekenen? Ja. Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat een kerk of een organisatie misschien wel tegen dezelfde vragen en ook wel de aarzelingen aanloopt. Maar ik weet ook wel dat er zijn natuurlijk kerken die wel degelijk uitreiken. En heb je een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien? Nou, wat ik kan niet in detail treden, omdat ik weet van een kerk die wij als Stierfund wel op het oog hebben, die we kennen, die bezig is, maar die in de stad voedsel voorzag aan, ja, allerlei gezinnen. Door de coronacrisis stopte dat, omdat degene die altijd kookte zeiden van, ja, wij vinden het nu gewoon te gevaarlijk worden. Mm-hmm. En degene die dat altijd begeleidde, die had zoiets van, ja, hallo, er zitten hier allemaal gezinnen, die hebben eten nodig. En toen is ze letterlijk de straat op gegaan, omdat ze daar groepen jongeren zag zitten, ongedocumenteerden, die zich helemaal kapot verveelden, omdat al hun baantjes weg waren gevallen en dus gewoon maar hingen. En toen zei ze, jongens, jullie hebben niks te doen. Zouden jullie niet willen koken en zouden jullie niet willen helpen? Wow. En die gasten die zijn gaan helpen. En ik vind het, ja, ik schaam het pletter. En waar schaam je je? Nou ja, dat dus de gevestigde kerk met alle fijne mensen die het allemaal zo goed hebben, die doen allemaal hun deur dicht en die zijn allemaal heel erg bang. En dat dus zeg maar zo'n groep zegt, nee hoor, wij gaan dat gewoon doen. En dat komt deels omdat ze zeggen, ah, we hebben toch niks te verliezen. Hmm. Weet je, alles, we hebben niks. Je zegt eigenlijk, de vrijwilligers, die plekken hadden, eigenlijk had de kerk dat moeten, ja, dragen. En tuurlijk. Nu doen mensen van de tuurlijk, straat. Ja, ja, tuurlijk. En dus ik vind wel degelijk dat een kerk zeg maar daarin moet uitreiken. Maar en tegelijkertijd is dat natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Mm-hmm.
En ik denk dat het heel erg helpt als die gedocumenteerde niet een groep is, maar dat het personen worden die je kent en die je ziet. Ja, dat blijft mij bij in jouw voorbeeld, is dat zij zag ze. Ja, precies. En, ja. En als je ze ziet sleutel. En je kent ze, ja. Dan gaat zo'n persoon leven en ja. Dan gaan de deuren open. En dat is wat ik wel zie in kerken en ook wel ja. Bij onszelf. En ja. Nou ja, dat je dus... maar ja, goed, je moet uit je eigen veilige hokje en naar iemand toe gaan. En ik denk dat, nou, als ik gewoon even naar mezelf, naar mijn eigen wereldje leef, dat ik wel bijvoorbeeld door Tervent, doordat ik hier ben gaan werken, dat het wel even in my face is gekomen van, kom op, Mira, er is ook in Nederland, weet je, en sluit je ogen daar niet voor, maar zie de mens en ja, ga daarvoor. Ja. Jij hebt dat natuurlijk ook. Hè? Jij mag veel daarin betekenen. En tegelijk is het natuurlijk ook de vraag, hoe kunnen we dan... Tenminste, ben ik benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt. Is naar hoe kunnen we nou dan ook op een gelijkwaardige manier naar mensen kijken? Want je kunt ze zien en denken, ik moet ze helpen. Maar hoe ga je daar dan mee om? Hoe help je nou iemand daadwerkelijk? Nou, je moet allereerst heel snel van je Messias-complex afkomen. Ja. Ja. Je moet niet denken dat je mensen kan redden. Je moet niet boven mensen gaan staan. Je moet naast ze gaan staan. En wat ik zo prachtig vond in het verhaal van Anunnaki is die vraag aan Hagar. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Ja. En dat is precies de vraag die wij aan mensen stellen in het Wereldhuis. Dat is de eerste vraag, die twee vragen. Dus niet, hoe ziet je procedure eruit? Nee. Waarom ben je hier nog? Nee, waar kom je vandaan? Ja. Wat is je reisverhaal? Als je daar de tijd voor neemt en als je dan hoort wat mensen doorstaan hebben... Ja. Ook al komen ze uit wat wij dan maar veilige landen ja. noemen... Ja. Zoals Nigeria of Gambia. Ja. Nou, je wil het niet weten. De reis door de woestijn, hè, bijna bijbels, maar dat is wat mensen letterlijk moeten doen. Mm. Libië, dat is de hel op aarde. De tocht over de zee hier naartoe. Alleen dat al ja, maakt dat iemand zoveel bagage op zijn schouders heeft gekregen... Die mensen moeten een plek krijgen waar ze rust vinden ja. en waar ze met respect en waar ruimte worden. Is voor dat verhaal ook. Ja, en we hebben natuurlijk allemaal een verhaal. We deelden ja. natuurlijk aan het begin even onze eigen ervaring met onzichtbaarheid. Maar we nemen natuurlijk, dragen allemaal zo'n verhaal ja. met ons mee. Ja. Mooi uitgangspunt. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Ja. ja. En wat ik er nog aan toe wil voegen is dat als ik dat verhaal hoor, dan heb ik de neiging om een buiging te maken. En dan ja. heb ik zoveel respect. En als mensen dat voelen, dan ben je dus echt op gelijkwaardig niveau aan het communiceren. Precies. En niet als de hulpverlener nee, ja. en de hulpbehoevende. Ja. Ja. Dus dat zijn mooie lessen ook, denk ja. ik, daar waar we willen uitreiken naar mensen. Hè? Mm-hmm, en ja. ze nou ja, waarde willen toekennen, ja. dan is dat ook in gelijkwaardigheid. Ja, ja. Mooi. Don, is het eigenlijk wel haalbaar een wereld? Want we hebben het nu even over ongedocumenteerden. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer onzichtbare groepen. Is het eigenlijk wel haalbaar een samenleving zonder onzichtbaren? Geloof je erin? Nou, ik denk wat goed is om te beseffen is dat er op zich geen onzichtbare mensen bestaan. Hè? Iedereen, nou, als je goed kijkt, kan je gewoon zien. Maar iemand voelt zich onzichtbaar omdat iedereen voorbij iemand loopt. Hè? Dus je bent niet onzichtbaar. Je bent pas onzichtbaar als andere mensen jou niet zien. En ik denk dat daar ook een deel van de oplossing ligt. Is dat mensen... die blik die ze kennelijk ergens anders opwerpen... ook durven te werpen naar een ander. En ik denk dat als je dat doet... dat je dan ook andere dingen gaat zien... dan wat je normaal denkt te zien. En dan valt je opeens die persoon op. Dus ik denk in die zin dat er een opgave ligt voor ons allen... om die blik die nou ja, in deze maatschappij misschien ook wel heel erg op onszelf is... hoe kunnen wij een veilig onderkomen hebben. En dan gaat het om de man, vrouw, kinderen... en dat een beetje veilig houden. Maar durf die blik ook om je heen te werpen. En dat hoeft niet te zijn naar de andere kant van de wereld per se. Gewoon in je eigen straat, in je eigen buurt. De eenzaamheid, dat daar zit. Oudere mensen die thuis zitten, juist ook in deze periode. Als het gaat om jongeren die misschien zorg hebben... jongeren die misschien een thuissituatie hebben... waar ze zich echt ook bekneld voelen. Probeer je blik... van jezelf af te werpen
en op een ander te richten. En dan denk ik dat je dan mensen ook daadwerkelijk gaat zien. Dus onzichtbaarheid is niet... Ja, ik denk dat dat een probleem is wat op te lossen is als we allemaal... Hè, dan praat ik ook over mijzelf. Die neiging weer sta om, om alleen naar mezelf te kijken. Maar die blik ook om me heen te werpen. Op de ander te richten. Ja. Maar waar dan te beginnen? Want dat is natuurlijk heel mooi. Je hebt een prachtig pleidooi gegeven daarvoor. En ik wil dat ook heel graag. Maar hoe dan? Waar begin ik dan? Als ik denk, ik ben hierdoor geraakt, ik wil hier iets mee. Hoe dan? Hoe dan als kerk of hoe dan nou als gelovige? Als kerk zou ik zeggen... misschien is het slim om inderdaad gewoon als kerk om je heen te kijken. Gewoon in je eigen buurt, in je eigen omgeving. Kijk gewoon ook naar de mensen in de kerk. Wat ik heel tof vind aan de Bijbel is dat je ziet dat God vaak mensen een naam geeft die verder niemand kent, maar de grootheden der aarde, die gaan naamloos door de Bijbel heen. Bij Farao en dan heb je nog die verloskundigen die wel genoemd worden. En als je met die gedachten en die blikken ook naar mensen om je heen durft te kijken, dat alle roeptoeters zeg maar op podium... Maar je hebt daar beeld bij, zo te horen. Roeptoeters op het podium. Ja, nou ja, dus ga ik mezelf dan ook maar even onder. Als ik kijk, waar wordt onze gemeenschap door gedragen? Dat zijn gewoon de mensen die zorgen, die ogen hebben, die langs die zieken gaan. Daar heb ik geen tijd voor, want ik heb veel te druk. Zij doen dat wel. En ik denk, dat zijn wel de mensen die je moet koesteren in zo'n gemeenschap. Mm. En dat je daarna moet luisteren. En ik denk inderdaad, weet je de buurt? Ken je de buurt waar je zelf woont? Wat je ook al zegt. En als je dan zeg maar durft te kijken van... maar wat zijn de mogelijkheden die ik zelf heb? Wat ik heel bijbels vind, waar God ook... Hè, die heeft zoveel in je gelegd. Haal dat naar boven en ga daar dan wat mee doen. Zonder dat je blind staat op wat je allemaal... niet in huis hebt en wat niet binnen je mogelijkheden ligt, maar dat je daar gewoon zeg maar dat op dat beet pakt. Wat ook heel erg teerpunt volgens mij is. Hè? Dat je echt kijken naar wat God heeft gegeven, ga daar wat mee doen. Doe dat niet alleen, maar reik daarmee uit naar de ander en doe het dan samen. Niet zo, maar gewoon zo. En ontdek dan hoe gaaf het is om iemand naast je te hebben. Die wat je daarvan kan leren. Wij hebben zelf een tijd lang een knul uit Iran als een soort huisvriend zeg maar gehad. Die kwam mooi woord ervoor, een huisvriend. Ja, ik weet niet helemaal hoe ik hem moet noemen, want hij was niet een kind of zo. Dus hij was, maar die kwam te pas en te onpas. Ja, die was gewoon deel van het geheel. Ja, zo'n gave gast. Ik heb er gewoon echt heel veel. Ik heb onwijs lol met hem gehad. Mm. En superleuk. Hij is nu verhuisd. Hij woont nu in Eindhoven. Maar ja, dat is wel. Hij hoorde er gewoon helemaal bij. Hij hoorde helemaal bij. Was helemaal geen en wat vraag. Ik mooi vind aan je verhaal is dat je ergens ook wel zegt. Juist die onzichtbaren die brengen ons zoveel. Ja. Die dragen de gemeenschap. Eigenlijk wel, ja. Ja, definitely. Ja. Herken je dat? De onzichtbare brengen ons ja, zoveel? Ja, ik denk dat je het sowieso niet zozeer als een morele plicht moet zien. Nee, die onzichtbare moet trainen. Maar als een verrijking van je bestaan. Ja. En dat klinkt misschien wat verheven. Maar ik ervaar dat iedere dag. Als je gewoon met heel andere verhalen geconfronteerd wordt. Mensen uit hele andere werelden dan je eigen comfortzone. Dan ga je ook anders naar je eigen leven kijken. Dan worden sommige problemen die je hebt ook relatief... Dat verrijkt mijn leven oprecht. Dus dat is een heel andere insteek dan... oh, we moeten ons nu echt gaan bekommeren om de zwakken. Nee, dat is verrijkend. Ja. En wat, om mij af te sluiten, wat heeft het jou gebracht? Een rijk, zinvol, vrolijk bestaan. Maar ook ernst over de dingen die... nog niet goed gaan en dankbaarheid voor mensen zoals Don die daar iets aan proberen te doen. Wauw. Wow. Ja, amen. Dank jullie wel voor een mooi gesprek. Ja. Stel nou dat je zegt, ik wil hier zelf graag mee aan de slag gaan. Ik ben geraakt erdoor of ik wil daarover nadenken of eens over doorlezen. Ga dan naar teerfund.nl en kijk wat je verder kunt doen om hiermee aan de slag te gaan. Dank je wel.